gedaan, maar in die andere stond ja, dat er nog wel drie anderen bij waren, dat we niet alleen waren, dat er nog wel drie anderen bij zaten. Maar dat is eigenlijk altijd, hè. Dus het is niet zo dat we alleen willen zitten. Nee. Alleen met z'n zes, zeven of met z'n zeventienen. Is ja, een groot dat is wel een groot verschil. Ja. Dat is niet meer, zeg maar, wat eten op woensdag is voor ons. Nee, begrijp ik heel goed. Ja, dat is gewoon, ja, ja grote groep. Gewoon, ja, om je eten. Eten, ja. Ja. Maar dat is niet het concept zoals wij het, zeg maar, leuk vinden. Nee. Plus dat het voor ons nog wel, ja, maar voor zijn dochter is het natuurlijk wel leuk dat ze echt meemaakt dat het dan... Ja. Maar de enige keer dat er een kleine groep nog is, is de 21ste. Ja, maar dan zijn er nog niet. Dan zijn ze op vakantie. Dus want daar heb ik gevraagd, zeg nou, kunnen jullie dan die week dan na? Ja. Maar dan en daarna is Sam weer gewoon op woensdag bij ons, want die gaat weer naar school. Ja. Oh nee, de 21ste trouwens ook. Nee, de 21ste is trouwens ook een grote groep. Volgende week is een grote groep en dat is de 28ste, denk ik dan. Ja, maar dan gaan ze weer naar school. Dus dan is Sam alweer op woensdagavond thuis. Dus we kunnen alleen in vakanties, hè? Als Sam er niet is. En, ja, en ik heb nu al wel niet. Dus we gaan nu gewoon, want ze gaan ervan uit dat ze. Dat we nu gaan. Dus, ja, sorry, het is een beetje hectisch. Ja, maar kun je er niks aan doen. Ja, maar het is heel druk. Maar dat slaat wel, niet zozeer voor ons, want het maakt niet zo heel veel uit, het komt natuurlijk veel vaker. Maar voor hun is het niet leuk. Maar het is wel, het is dan niet meer het concept waarvoor het bedoeld is, zeg maar, denk ik. Ja, klopt. Voor sommige mensen. Ja. Maar ja, we gaan het gewoon en... Dat klopt, en dat is ook wel zo. Wat ook lullig is dat ik ook nog gevraagd heb van, kun je die Tom Cruise? Ja, dat gaan we doen, gaan we doen. En dan zeg maar, dan kom ik niet. Dan wil ik wel eten, maar dan kom ik niet. Ja, dat vond ik sowieso lullig. Nee hoor, maar je hebt volkomen, want het is in principe ook, alleen, we doen het steeds groter. Ja, kom maar. Ja, ik hoop ook natuurlijk dat het, kosttechnisch moeten jullie natuurlijk ook gewoon dat, er moet natuurlijk ook gewoon geld binnenkomen, eerlijk is eerlijk. Mm-hmm. Dat maakt mij niet zo heel erg uit, maar het is wel, sorry, ik zeg nu, ja. Of Sprite, maar dat weet ik niet wat ze hebben. Ja. Dus ik snap dat wel, maar... Toen zei ik ding, nou... Ik had even pauze nodig. Ja, nou, dat begrijp ik wel. Ja. We hebben ook wel een heel even gehad van... Vind ik het nog wel leuk. Ik had zelfs, ik had zelfs de hele boel opgezegd. En dan was ik dacht, laat maar. Hoeft niet meer. Maar nu dacht ik, ga maar even. Ja. Nou, eten op woensdag even op een moment niet. Want ja, ik vind eten wel leuk. Ja. Maar dan... ik vind het eten ook wel leuk. Ik begrijp het. Ja. Weet je wel? Ja. Als er eentje is die... Ja. Ja, ieder... Aan tafel zit... ja, ik begrijp het. Ik snap het wel, hè? Ja. Ja, drie stemmen. Dus ik begrijp dat wel. Ja. Ja. Dat kan ik echt niet. Nee, nou, maar dat is ook ieder zijn ding daarin. Karma. Ja, wat moet ik zeggen? Weet je, ik denk dat voor ons het wel een beetje hetzelfde geldt als voor jullie. Ik wil hier ook gewoon niet zijn.
vandaag niet. Nee. Het wordt lichter. Ja, oké. Ja, dat bedoel ik. Ja? Met de zon. Ja, gaat goed. Nee, dat niet. Ja? Je hebt bijna al 15 maanden erop zitten. Ja, nog één stemmingsronde overleven en dan heb ik hem gehaald inderdaad. Ja. Nu is het... alle oude die glazen die worden als de zon gaat schijnen vanzelf. Ja, als het... Ja. Ja. Rennen. Ja. Ja, het is totaal anders. Ja, dan moet ik ook een nieuwe bezoeken. Hè? Dan moet ik ook een nieuwe bezoeken. Ja. Siraap maken of zo. Ja? Ja, hè? Ja, dat is wel ziek. Ja. Ik dacht, ik moet even weer twee van mijn maatjes bezoeken. Ja. Ben je de 20ste binnengekomen? Nee, de 13e. 13e. 13 juni. Oh ja, in dat camouflagejurkje toch? Was dat niet? Ja toch? Nee. Ik had een groene jas, dezelfde jas als Chris aan had ik. Ja, dat was maar een... had je niet dat jurkje toen erbij aan? Nee. Dat lange, dat camouflage ding. Die groene bedoel je, die t-shirt. Ja, dat had ik aan inderdaad. Dat had ze aan. Ja. En die was dat toen, paste die. En overgekregen. Ja. En nu is die echte jurk geworden toch? Ja, maar ik heb hem ook niet meer. Nee. Ik zag straks op mijn telefoon, had ik een foto van jou van toen jij gepimpt bent door... Mari van de Ven. Ja. Op mijn telefoon, die heb ik een tijdje als... achtergrond gehad. Ja. En toen waren jouw haren echt nog zo lang. Ja, zonde hè. Ik zag dat laatst. Ik zei dat laatst. Ik zag die foto's terug. Nooit af moeten knippen. Was in een baldadige buik waar er anders uitzien. Maar moet dat haar niet elke keer op zolder doen? Nee, dat is, maar dat is meer... Het is net eucalypten of zo. Dit is toch veel leuker zo lang. Nee, maar ik zag jouw haar. Oh, sorry. En ik dacht, dat is echt zo mooi. Ja. Hier staan jongen. Ja, goed. Ja. Ga nog goed. Ik zit er nog, hè? Ja. Is dat een volgende? Ja, ik ben hartstikke blij mee. Kijk eens, stopper. Alsjeblieft. Dankjewel. Graag gedaan. Zeker. Ja, dat scheelt echt denk ik wel een centimeter of 20. Ja, en dat is ook de dat was zo lang. Veel dikker. Zo. Veel ja, maar dat. Maar dat is natuurlijk hier ja, het lijkt niet zo. Te doen. Het zit er nu meer lagen in. Want Shelly heeft het laatst nog weer geknipt omdat die lagen ook veel te groot waren. Ja. Dus maar ik had er ook. Ik zag die foto's en denk, Jiska, wat heb je gedaan? Dat is echt zo'n mooie foto. Ja. Het is bijna 15 maanden, hè? Ja, klopt. Ja. Ik had hem laatst ook van mijn nicht. Alsjeblieft. Ja, grappig. Ik heb vanmorgen nog zitten kijken en ik denk, jij zei, haar waren toen zo mooi. Ja, dat was ook heel mooi geknipt. Maar, ja. Ja, hier. Ja. Ja. Dat waren allemaal goede oude tijden. Ik heb ooit een keer iets van mijn ouders gekregen. Nee, ja. Maar ik kwam er niet goed tegen. Oké. Dus, Nee, ik denk 2 maanden geleden of zo. Kan niet. Nog een keertje. Ja, Frenny. Het zit er, ja. Ja, joh, weet je wat het is? Je kan hier je nagels... Ik kan niet normale witte nagels hebben, want het ziet er niet uit. Ja. Nu ook, dan ben jij de hele tijd aan het werk, joh, dan heb je klauwen. Dus ik doe het elke keer. Maar. Het gaat door, hè. Ja? Maar ik ben wel blij dat jullie toch woensdag komen. Ik vind het wel gezellig. Ja, toch? Ja, gezellig. Wat met je nieuwe werk? Heb je dat nog steeds? Nee? Nee, ja, precies. Ik vond het ook alleen maar van jou. Dus. Wat grappig, dus het was wel te zien op de dingen. Dat was wel leuk. Dat vind ik heel leuk. Ja, jou hoor. Ja, dus, we konden al eerder, maar wij kwamen echt uit zo'n kreeg en toen begon dat. Ja, eerst even kijken. Ja. Maar het was eerst al aan het oefenen in de cel, of in de telefooncel. Dat heb ik niet gezien, want toen zat ik bij het pompstation op de wc. Ja, dat klopt inderdaad. Toen zaten we... Maar ja. Zei ik tegen haar, een dag die kan ik geven aan wat anders, maar... Dat heb ik niet gezien. Oh.
Ja, dat was heftig. Ja. Blijft het droog? Leuke andere kramen, of niet? Nou, er zijn wel kramen die al ook wel vaker komen. Maar het is, ja. Ja, hier ook. Zij is een tijdje niet geweest en nu is ze er weer. Superleuk. En, ja, eigenlijk niks nieuws. Maar wat het is, doordat je... sommigen zijn een tijdje niet meer geweest. We hebben natuurlijk een andere collectie. En andere mensen die zijn bij de vorige, bij de hippiemarkt. Dat was natuurlijk best wel een succes. Er waren 24 kramen. Toen was ik alleen. Toen had hij nog een wedstrijd met de auto. Ja. Ja, joh. Ja, en ik hoop dat het droog blijft, maar ik betwijfel het. Maar het waait wel, redelijk hard. Dus dan heb je wel meer kans dat het oost waait. Ja, ik hoop het. Gekhuis vandaag. Gekhuis weer vandaag. Ja. Sorry hoor, moet ik even... Ja? Zo, dat lukt eigenlijk wel mee. Ja, maar kon je het nou helemaal zo rond? Ja, kon je nou alles wel kwijt zoals je het wilde neerzetten of niet? Dat is natuurlijk wel helemaal nieuw en lastig. En... Ja, dat wordt de evenementenkader. Dus hier gaan we een snackkraam nog bouwen. Ja. Dus dat is de bedoeling dat daar dan straks al het eten komt. Maar het is best wel vrij klein. Als ik nu die rij daar ook zie, dan denk ik, oeh jongens, gaan we dat wel redden met die pizza over de wei? Dus, nee, maar je hebt natuurlijk nu de bar hier vaststaat en zo, ben je best ook wel beperkt in hoe dat je alles neerzet. Ja. En nu daar de kuil is en ja, de bedoeling is kun je niet meer zo gaan schuiven. Nee, en de bedoeling is eigenlijk wel dat we het hier allemaal gaan houden. Ja. En misschien nog eens een deel daar er nog bij. Maar... Ja. Ik vind het wel gezellig ook zo. Snap je wat ik wil zeggen? Ja, ja. Ja, ik vind het ook leuk. Zo, als je er zo overheen kijkt, is het meer echt een markt. Ja. Tot nu toe was het soms zo laantje. Ja. En dat was het. En nu lijkt het echt heel groot. Mm-hmm. Terwijl volgens mij minder kramen zijn dan anders. Ja, dan met ja, absoluut. Dat is zeker waar. Terwijl het wel veel voller lijkt staan. Ja. Hoi, lieverd. Wil je wat vragen? Wil je handtekening binnen in de kerk zetten? Natuurlijk wil ik dat. Ik kom er nu zo direct aan. Oké? Okay? En moet ik er ook wat bij zetten dan? Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Dan ga ik dat zo even direct doen. Kom ik eraan. Lief. Ja, tuurlijk. Zijn we het terrein opgezet? Oké, super. Okay. Zijn we het terrein opgezet? Wat dan? Okay. Ja, Monique, ik kom zo weer, ja? Ja, ja oké. Hallo. Hey, hoi. Goeiedag. Ik kom even lekker tekenen in jullie caravan. Ja. Nou, dat mag toch? Ja, topper. Oh, leuk. Dat vind ik leuk. Waar mag ik tekenen dan? Oh, dit is wel gezellig hier. Oh, te gek. Waarom heb ik dat? Ik heb even die andere stift namelijk, die is beter. Ja, ik heb er één. Ik heb er eentje liggen. Hey. Alsjeblieft. Hartstikke mooi. Leuk. Dankjewel. Nou, ik ben blij. Nou, lachen. Kun je wat anders, hè? Ja, zeker. Top. Ja, dankjewel. Ja, jij bedankt. Lachen. Ik ook!
Yes. Hallo. Hoe vind je het gaan? Ja, volgens mij best prima. Ja? Gaat de muntverkoop ook goed of niet? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Gerrit had een lekker dikke groep qua mensen bij de rondleiding. Volgens mij is dat ook weer cashje. Ja, dat is goed. Ja? Dus denk je dat we... Uitgerode cijfers, nee. Dat niet, maar we gaan wel leuke... Jawel, we gaan zeker wel goed geld verdienen. Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, top. Ja. Dank je. Maar dat is mooi, maar het is ook een hele gezellige dag. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. En ik vind volgens mij uiteindelijk toch ook wel de opstelling. Mensen zijn wel tevreden, mensen vinden het wel leuk. Ja. De band is ook lachen, vind ik tenminste. Ja. Leuk. Ik heb gezien dat we Robert... Heb je het gemist? Is het op het toilet. Oh, het was echt leuk. Ja, hij was ook helemaal, kreeg helemaal een kleur. Ja, ik ging nog rennen omdat ik het laatste stukje nog kon zien. En toen zag ik... En dat was, ja, hij was echt wel blij mee. Ik vind het topbaar. Ja. Ja, het was echt... Daar een vergeethoek en dan zit aan tafel daar, dat is niet handig. Nee. Ja, ik had eerder dat andere kraampje daar neergezet. Ja. Dat je er één daar hebt en eentje naar het doel. Dat is beter. Ja, daar hadden we in eerste instantie had ik daar op de buitenkeuken neergezet. Ja, dus dat is beter voor de volgende keer. Ja. Maar ik vind de fundering prima, ik vind de opstelling leuk, bar staat goed. Ja hoor. Ja, het is leuk. Ja. En ik denk ook dat het goed is dat we een klein stukje erachter bij hebben getrokken. Ja, ook. Ja. Ja, en de volgende keer inderdaad moet dit ook even dicht. Ja, dat is toch. Het was op het allerlaatste moment, ja. Nou, dit zijn altijd de leukste dagen, dat je goed geld kan verdienen en een leuke dag hebt. Ja. Ook nog eens wat andere gezichten zien. Ja, ja, leuk man, de markt altijd. Ja, en ook weer een hoop, ik heb ook weer heel veel nieuwe leuke mensen ook weer gezien. Dat vond ik ook weer leuk. Ja. Er zijn er altijd een paar die altijd komen, maar voor de rest wisselt wel heel veel. Ja. Nou. En ook altijd veel mensen die voor de eerste keer komen. Ja. Dat blijft toch gek, hè? Ja. Zo zie je maar hoeveel mensen er eigenlijk kijken. Ja. Je houdt altijd heel veel mensen die voor de eerste keer komen. Ja. Dat vind ik dan ook weer leuk. En dan de complimenten allemaal. Oh, en dat mensen... Het regent. Ja. Moeten we dingen voorbereiden nu voor de regen? Ja, ik moet even kijken. Ja, we gaan even bij Merel eens kijken. Volgens mij gaat het hier wel goed. Oh, mijn broek! Ja. Ja. Red hij dat is? Nee. Helemaal niet? Nou, nee. Kut, sorry. Wacht heel even. Hij moet even, jij moet hem even een stukje omhoog doen. Omhoog, daar. Ja, ik heb hem omhoog. Kan hij niet schuin? Ja, daarom. Dat doe ik nu. Maar wacht, zit hier ook met... Ja, oh, dankjewel. Nee, past niet. Nee, past echt niet. Kut, sorry. Wat is dit dan? Nou ja, en anders doen we hem terug en haal ik de kleding er wel af. Ja. God. Het is toch wat. Maar gaat het hard? Ja, dat durf ik je dus niet te zeggen. Maar je kan het ook op de kraan leggen als je wil. Wil je dat? Ja, of in ieder geval ophangen of zo bij de kraan? Ja. Zoals Jordi het heeft? Ja. Wat zei je? Ach, nee hoor, lieverd. Dat is wel heel lief van je. Ja.
topper. Waar betaal je? Dat weet ik Adriaan. Waar? Adriaan weet ik dat. Nee. Ik heb op 3 kledingstukken na al mijn eigen kledingstukken verkocht. Oh, lekker. Ik ben uit de min met mijn zakgeld. Wat heb je van jezelf verkocht dan? Oh, dat rode ding hangt er ook nog. Ja, maar meer. Ik heb bijna al en eentje aan Lex en die aan Frenter. Ja, die ene lange jurk heb ik zeker ook verkocht. Die, wat? Die panter, die lange. Ja, die is ook weg. Ja, dat dacht ik al. Ja. Oké, ga even een rondje verder. Maar bedankt, hè, is. Ja, joh. Ik ga even verder. Even kijken of nog andere mensen. Wil je? Ja, tuurlijk. Kijk eens, alsjeblieft. Waarschijnlijk een beetje sputteren zo meteen als je kijkt naar de lucht. Ja. Is dat, gaat het oké? Okay? Ja? Ze vragen of we zien wat het is. Een beetje sputteren. Ja? We staan nog droog tussen. Oké. Jens! Jens, het gaat zo waarschijnlijk een beetje regelen. Moet hier nog... Maar ja, maar... Alles oké? Okay? Hey, hier zitten wel scheuren in het dak, maar we worden wel nat. Maar we gaan gewoon door. Lekker blijven lachen. Okay. Tuurlijk. Ja, wij worden ook goed. Ja. Nou ja, we moeten... Topper. Ja. Wat kan ik voor jullie doen? Leuk dat jullie er weer zijn. Ja, ja, dat is waar. Al echt een keer. Ja, dat is waar. Ja, wauw. Ja. Niet normaal. Ja, oh, sorry. Oh. Nee, voor, achter, langs, ja, waar ook. Kom maar even vast. Nou ja. Alles goed verder? Ja? Ja, ook? Ja. Gaat altijd goed, hè? Wow. Ja. Ja, we hebben af en toe tegenslag, maar uiteindelijk kruipen we gewoon weer lekker bovenop en dan gaan we gewoon weer lekker door. Hebben wij ook een ja, toch? Ja, zo werkt het een beetje. Ja, ik slaap een beetje goed s'nachts. Gaat, ja, het gaat al iets beter. Ja, ik heb gezien. Ja, ik slik nu homeopathische tabletjes, zeg maar. Melatonine om wat rustiger te worden en in slaap te komen. Gaat het best oké. Okay. Ja, goed. Met je enkel? Ja, oh, dat was wat, hè, met die voetbal. Oh. En dat was dik, joh. Ja, maar het gaat alweer beter. Hebben jullie allemaal gezien? Hebben jullie allemaal gezien? Ja, ik was een beetje te fanatiek. Ja, nee, het gaat alweer oké. Okay. Ja, tape erop en hij is nog een beetje dik, maar... Ja, 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 overal erin. Ja, dus, man. Ik kom straks, nog even weer, ja? Weer? Ja, ik moet ja, heel even daarheen lopen nog, ja. Woo!
bent hier bij de poort. Ja, ja. Is goed. Ja? Nou, veel plezier. Dank je. Ja. Sorry. Tuurlijk, liever. Het toilet voor mevrouw, hebben jullie een invalide toilet eigenlijk? We hebben in het sanitair gebouw hebben een breder toilet zitten. Daar zou ze eventueel naartoe kunnen. Mag je met beugelen? Nee, nee. Vind je een beugelen? Dus? Ja, sorry. Ja. Ja. Nee, hebben we niet. Dat nee. We hebben alleen breder dat er, weet je dat je er met ja, de, dat je er... Ja, maar geen beugel. Sorry. Vind je het leuk? Ja? Ja, lekker zwingen. Ja, muziek, hè? Dat is toch leuk. Ja, dat is toch leuk. Lekker ja. swingen, toch? Ja. Geweldig. Ja, leuk toch? Ze doen het best wel leuk, hè? En toch, muziek, hè? We ja. hebben vaak ook gehad en dan was er niks. Ja. Geen muziek of wat. En dan mis je dan wel, hè? Ja. Ja. Ja, het is beter. En dan is toch de sfeer en alles. Ja. En de trek naar elkaar toe. Ja, ja, geweldig. Ja, ik ben er ook blij mee. Ja, super. Ja, gezellig. Het gaat goed. Ja, gaat lekker. Ja, lekker. Ja. Het is natuurlijk wel zomer, dus dan merk je dat het wel dat het minder druk is. Maar het gaat nog echt perfect. Ik ben super blij dat we weer lekker kaartjes hebben gekocht en dat de sfeer goed is. Dat is het belangrijkste. Ja. En jullie? Ja. Is dit? Ja. Nou, gaat wel. Ik bedoel, we zijn in ieder geval weer blij dat je erbij bent. Ik vind het altijd al wel leuk om even hier weer te zijn. Nou, dat vinden wij ook. Ja. Hey, doeg. Rob, waar ga je slapen? Waar ga je heen? Waar gaan jullie heen? Ja, even kijken. Ik vind het wel geweldig. Ja. Leuk, toch? Heerlijk. Had je het verwacht? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar je had de hele week al zoiets van, dat is echt super plan. Want hij zei iedere keer, ja, je moet hierin komen, en je moet komen. En hij zei, oh, dan staat me wat te wachten. Oh, die nemen we in de maling. Ja, het is niet zoals je doet. Zijn niet dan? Ben je er wel mooi? Nou, ik weet het niet hoor. Ja. Je moet komen. Ja, goed. Ja. Ah, wel, dit is echt. Je zorgt met Ronnie altijd lachen. Dit is super. Ja. Nee, dit is geweldig. Ja, maar jullie doen ook superveel voor ons. Dat kan je niet voorstellen. Ja, de boodschappen Robert is elke keer brengen. Dus jullie hebben het ook dik en dwars verdiend. Dat is ook heel eerlijk waar. Heel leuk. Ja, dit is echt heerlijk gedaan. Ik wil hè, zo'n wedstrijd. Nee, zij nee. al. Dat is waar. Ja, ik denk het wel hoor. Want die jongens zouden even zo vandaan opgelegen, maar daar hebben ze een mooi aan. Hey, hoi. Oh, jullie zitten lekker droog. Heb je slim bekeken? Ja. Hey, Topper, waar is je grote vriend? Wie? Jordi. Ja, ik weet niet dat dan. Ik heb al een fooie en zo. Gaat dat heb ik allemaal daarin gedaan. Nee, je bent toch gewoon toch lekker eerlijk en lekker ja. ding. Ja. Oh, tuurlijk wil ik dat. Ik had net een vrouw, die was 51, die heeft de master gedaan. Ze staat daar met dat witte shirtje, met een halsband, met het bandje om. Ja? Ze zegt, ik ben zo'n groot fan van jou. Ze zegt, ik heb mijn master's PT behaald. Ze zegt, het gaat jou ook lukken. Ah, ja, echt geweldig. Leuk. Tuurlijk gaat... Ja, hallo, hoi hoi. De laatste! Ja! Wie was die? Oh, dit is de laatste! Lex, wat is het kistje? 12,50. 12,50. Ja, top, dank je. Deze met liefde gemaakt. Ja, dat mag. Ja, dat kan echt niet anders. Ja. Oh. Ja, is goed. Ja, ze komt zo weer. Want ze moet heel even met die vrouw helpen met de rolstoel. Ja, natuurlijk. Zo'n vestje. Is die ook nog in de legerkleur? Deze? Ja. Je bedoelt die legervestjes? Ja. Die zijn bij Shelly. Oh, dat is over Shelly. Ja, die is de andere kant. Oké. Ja. Dus aan de andere kant. En wat kost deze? Of bedoel jij die trainingsjacken? Ja, dat denk ik trouwens. Ja. Ja, die zijn er wel. Welke maat wil je hebben? Elletje. Ja. Kom, ik ga even kijken boven, ja?
geschreven. En dat was toen de leider. Ah, oké. Okay. Van als er nog meer. Ja, oké. Okay. Ga ik dat aan hem geven? Er zit een spaat ertussen. Ja? Oh, nou dankjewel. Ja, wat is helemaal niet. Nee. Super, dank je. Niet. Wat is er, lieverd? Nee, volgens mij sta ik erop. Alleen Freddy nog. Ik had hier iets leuks voor iemand. Ja, hi, lieverd! Maar er staat wel dit op, hè? Wist je dat? Nee, die niet. Nee. Ja, en die andere heb ik niet meer. Dag, schat. Toppertje. Dit mooie, geweldige jasje. Ik sta hier niet achter, dus dat is een beetje lastig. Waar is mijn grote vriendin Merel? Lexi. Ja, schat. Wat kost dit? Die is zo'n pre-order. Ja, die is pre-order. Ik weet even niet hoe duur die is. Oh, dus die kunnen ze niet kopen? Nee, kan je niet, dus die moet je bestellen. Ja, sorry, ik ben... Dus die kan je pre-order bestellen of je kan straks op de website kopen. En dan wordt hij naar je toe gestuurd. 25 euro is die dan. Oké. Ja? Oké, top. Is voor jou ook een foto? Ja, tuurlijk. Wat? Opschuiven naar de muur. Deze dame. En dan ga je aan je voeten en een ruimte waar een kast kan. Weet die? Ja. Lex, kom. Je moet een foto. Hallo, schat. Nou, dan ga ik er ook bij. Waar wil je? Ja? Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het, lief. Het gaat even in de groep gooien. Nee, op mezelf. Zelf regelen. Oh ja, ga ik regelen. Ja? Ja, tuurlijk. Die had je knuffel gehad, hè? Wat de handtekening erop? Ja. Topper, hè, deze. Die helpt me even met leren elke keer, hè? Ja. Kijk. Gaat hartstikke lekker. Ja. Hoe is het? Ah. Ja? Hey! Ik wilde je zo graag dat ik het zie. Ah, verliefd. Ja, hoe gaat het? Ja. Je weet het niet. Ja. God. Maar ik ben wel blij dat je er bent. Echt te gek. Ik wilde zo graag je nog een keer zien. Ja. En als je Christel schrijft, geef je nog een dikke kus. Ja, ga ik zeker doen. Ja. Ga ik doen. Je lag met haar op de foto, toch? Ja, ik wil even met je op de foto. Oh, dat gaan we zeker doen. Ja. Dus, ja, als het goed is, krijg ik van de week weer post. En dan zou er ook een brief van haar tussen zitten. En dan zou ik terugschrijven en dan ga ik het zeker doen. Ja, dat moet je echt doen. Ja, elke maand. Van Hanni de schuld. Ja, Hanni! Ja, dan moeten we die fotograaf hebben zien. Ja. Dat is niet meer blij. Ik weet niet waar ze is. Ik ook niet. Waar is dat? Ja, tuurlijk. Ja, ik ga even een fotograaf zoeken. En dan kom ik naar je toe, ja? Ja. Waar is Sas of niet? Weet je dat? Waar zijn iedereen? Ja. Van wie was die? Oh, sorry. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Geen idee. Fotograaf. Kijk dan. Ja. Die zijn 10 euro. Staat op de zeelrek. Oké. Oh ja, ik kom zo hoor. Ik moet even zoeken. Ja. Hoi. Ja, tuurlijk mag dat. Ik weet niet waar je wil. Ja, maar mij niet uit. Alsjeblieft. Dank je. Ja, doe waar maar. Jij wil. Hier? Op de onderkant mag ook. Ja, doe maar. Eens heb jij Gert gezien? Nee. Want hij moet eigenlijk nu een rondleiding geven. En ja, mensen zijn in paniek. Dat horen we net horen. Ja. Nou, een beetje wel, hè? Oh, god. Ja. Ja, tuurlijk wil ik dat. Oh, dat vind ik wel leuk. Super, alsjeblieft.
Nou, het is bij de poort verzamelen, dus ik ben Gerrit aan het zoeken. Kijk eens, alsjeblieft. Dat is Ingmar of zo. Dan moeten we naar Gerrit. En dan gaat hij lekker een rondje maken. Ja, en dan met alle details van het terrein. Ja. Hij stond net daar. Ja. Hij houdt zich ook niet aan die tijden. Het is elke keer rustig. Maar dat is ook oplichterij dan, zeg maar. Als je dan van die halve tijden... Ja, dan moeten we echt mee kappen. Daar. Hey, jij moet zo echt richting rondleiden. Iedereen loopt half vijf geweest. Ja, een paar foto's denk ik, dus zijn we klaar. Want mensen die komen helemaal met spandoeken bij me aan. Waar blijft mijn rondleiding van Gerrit? Ja, het is al half vijf geweest. Ik ga jou gaan halen voor de foto. Maar sorry, ik kom er nu nog even. Jo, weer. Ja. We vroegen hem niet, hè? Jezus, hadden jullie wat bijgeplukt hier, hè? Ja. Volgens mij niet. Stap kan trouwens ook uit, die is nu leeg. Deze, die verkoop je ook niet meer. Die verkoop je nu wel koffie. Ja, we hebben nog flink wat koffie afgezet van. Maar gewoon alleen op basis van deze. Maar dit is er nu allemaal uit. Het is alleen nog die koffiemachine. Als het echt niet anders gaat, dan moet er eigenlijk misschien gewoon een frituurpan eruit. Ja, dat is er alleen uit. Oh. Ik zit nou weer boven de 400 volt. En ik had hem net eronder. Maar hij geeft allemaal alarmen. Ik loop elke keer alarm met de wissen, ja. Dus ik loop hem in principe nu te overbelasten. Tap is er nu uit, hè? Ja. Maar die koelingen, dat is ook niet, hè? Dat past normaal gesproken allemaal op één groep, al die koelingen. Ja, maar dat ken ik niet. Niet? Nee, natuurlijk niet. 1500 watt, 1500 watt, 1500 watt, 1500 watt. 1500 en hoeveel kan één groep hebben? Huh? Hoeveel kan één groep hebben? Eén groep? Ja. Eén groep kan maximaal 3000 watt hebben. Echt? Ja. Oh joh, dan zijn we best wel aan het overbelasten, ja. Ja, ik heb er echt een klote verstand van. Ja, ik heb hem al anders gegooid nu. Beter. Ja, maar ik heb wat anders in mijn hoofd zitten voor hier ook. Maar dat hoor je straks. Ja, deze loopt natuurlijk allemaal, die loopt zo hier ook zeker. Ja, die loopt hier daar erbij. Ja. En dat loopt dan zeg maar daar weer naar een andere erbij. Ja, dan ben je continu. Zeker. Oh, sorry, laat ik jullie daar straks staan. Nee, je bent met een andere ding bezig. Ja, ik denk Jan. Lekker aan het flirten met de mannen. Jij bent daar, dat weet ik niet, maar kijk maar. 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 Een thee doen we niet meer aan. En bier. Wat zei je geen bier? Nee joh. Maar het is echt klaar met de thee. Helemaal geen thee meer? Nee, de machine staat uit. Want we hebben geen stroom meer. Oh, super. Kan je gewoon in elkaar zo schieten. Nee, dat ijs die hebben we wel. Ijs die hebben we wel, ja. Doe maar een ijs die. We moeten dan een maal kopen. Ja. Als het gaat protesteren, dan kom ik wel helpen, ja? Eens even kijken, de koffie die is niet zo lekker. Want... Heb jij hem gezet? Nee. Nee, we hebben een beetje probleem met de elektriciteit, waardoor die... Heb je helemaal geen koffie? Nee, even niet. Alleen een cola? Ja, alsjeblieft. Hi. Mag ik een cola en een tappie alsjeblieft? Mijn tappies zijn helaas op. Doe maar een blikje dan.
Een colaatje. En een blikje. Op, wacht even. Op, deze. Betere bier. Dankjewel. Hi. Maar twee biertjes. Tuurlijk, tuurlijk. Dankjewel. Zijn er heel graag een handtekening van je? Zeker. Een gewone cola, cola light. Sorry, nog een keer? Een gewone cola, een cola light. Gewone cola is deze. Dan is dit de cola light en dit de iced tea. Ja, yes, super. Hoi. Ik maak nog een lekker lauw biertje. Een lauw biertje? Helemaal super, dankjewel. Spa rood? Nog een beetje. Niet te veel, rustig. Ik laat je lekker met rust. Rustig aangenieten, ja hoor. Nee, ik heb een goed team. Lekker met Adriaan achter de bar, Nathalie erbij, dus. We hebben het hier allemaal onder controle. Gezellig, hè? Lekkere dag, wel goed druk. En dat toch met muziek, dat is zo lekker, hè? Hoeveel markt hebben we nou een muziek? Ja, veel te veel. En dan denk je van een beetje muziek, dat is zo lekker. Heerlijk. Yes! Ik ga hier ook, kan hier lekker van genieten. Maar het is, we hebben beperkte vergunningen, dus we kunnen eigenlijk elk uur maken met YouTube muziek. En dan moeten we wel het beste daarvan maken. Maar deze hebben jullie al gehad, hè? Die zijn ons vaker geweest, toch? Voor mijn gevoel de eerste keer, in ieder geval sinds dat ik er ben. Ik dacht de vorige keer waren ze er ook. Dus, maar goed, was, kan ik mis hebben, maar misschien een andere. Ja, nee, was toen, was een kleine clubje, het was een klein groepje. Ja. Deze hebben best wel lekker uitgepakt. Ja, ja, precies. Ja, leuk joh. Nee, maar het is een lekkere dag. We staan in zijn geheel al 17 keer staan wij al bij Utopia. Dus, al 17 keer met één erbij ook. Ja. Ja. Oh, heerlijk maar. Heerlijk. Wel altijd vermoeiend zo'n dag. Ja. Maar altijd wel genieten. Lekker rustig aan, dan toch, ja, hè? Super. Ja. Nee, helemaal super, gaat wel goed komen. Ja. Yes. Nee, die zit zometeen echt helemaal vol. Nou, gisteravond eigenlijk al. Dat zijn flink wat kilo's. Nee. Wel lekker gekeken en even geproefd, maar verder dacht ik, dat is niet mijn pakje aan. Ja, precies. Yes. Thanks.
Kan hier nog een blikje van je? Tuurlijk, tuurlijk. Huh? Liever niet. In die bak als je iets doorloopt links. Alstublieft, heerlijk, dank je. Feeling hot, hot. Nee joh. Oh, ja. Hier. Ja? Ja. Eens kijken, Lexi, Mike. Als ik hier gewoon mijn naam neerzet. Ja, dan heb je, dan hebben ze nog heel veel. Ja, daar hebben ze 16. Oké. Ja. Dus hoeveel... eerste markt. En heb je lekker pollies, handtekeningen? Ja, zo. Ik moet echt heel veel pollies met Lexi maken. Ja? Ja. Echt superleuk. Ja, super nice, man. En hoe is het met je shirts gegaan? Ik heb nog 2 shirtjes. En hoeveel, heb je, hoeveel had je er liggen? Een stuk of 5, 6. Omdat natuurlijk niet alles was geleverd met maten. Ja. En ik heb eentje die op pre-order is. Lekker. Misgaat, oh, lekker. Dus je hebt goed verkocht. Ja. Toppertje. Je bent lekker bezig, Jort. Yes. Super trots op jezelf zijn. Dankjewel, schat. Alleen, ik had hem nog niet gekrabbeld, dus die komt er vers op. Vers van de pers. Nou, deze zijn verser, maar... Ja, is geen probleem. Dankjewel. €2,50. Maak 15 nee, en dan maak 20. Ja, alsjeblieft. Geen probleem. Maar ik moet eerst mijn diploma halen. Ik ben bezig met mijn diploma. Oh, ik 2 tellen. Je moet eerst het diploma halen en dan volgens kent sportinteresse worden. Ik heb er 100. Dan komt kom ze pas terug. Nee, ik snap je. Maar ze is wel goed bezig hoor. Ja, ik ben trots op haar. Ik weet ongeveer wel hoe ze leert en zo. Weet je, qua dat ze is gewoon wel een moeilijke leerster. Maar I'm proud. Ik heb het verhaal nee, verteld. Nee. Ja, dus ik moet eerst even mijn diploma halen en dan ga ik me echt storten op de...
Ja, je staat voor staan praten. Ja, hè? Hey, hallo. Weet jij hoeveel dat festival kost? Ik kost volgens mij 25. Volgens mij is alles van Jesse 25. Doe deze maar dan. Kan ik hem even passen? Die supporten, vervolgens een markt opzetten toch? Heel veel. Hoes, wil je me helpen opeten? Wil je me helpen opeten? Eeuw. Nee, niet eeuw, lekker. Ronnie. Ik lust eigenlijk alleen maar vanille. Oh. Of straks op tellen, dat vind ik ook goed. Maar hij lekt wel heel erg. Echt? Mag. Ik mag. Ja? Ja, volgende week gaan ze me leeg halen, dus dan ben ik weer... Dan loop ik met het ijsje. Ja, stond het ijsje er toch bij? Ja, gezellig zo. Hi. Heb je er een sixpack? Ja, echt? Oh, dat ben ik ook. Komt-ie! Ik denk niet dat je wel hebben wat ik heb. Ik neem je werk over! Ja, man! Wat gaan we mee? Met wie? Benny, Alexandra en Merel. Krijg je wel een kusje bij? Ja. Ben ik op de foto? Ja, met Lex. Ik moet wel even in het hoekje met ijsje. Ja, bij mij mag je afrekenen. Ja, heel erg bedankt. Nou, en succes dan. Ja. Ik heb kanker, dus ik denk niks aan. Echt? Ja, zit in mijn buikverlies. Oh, zit ik weer geintje te maken? Dat maakt niet uit. Oh, sorry. Wij komen uit Den Haag. Wij maken... Hij lekt wel, hoor. Oh, gelukkig. Ja, ik wou net zeggen. Ja, maar ja. Wij zijn een beetje harder. Poes? Ja, daar is meer? Ja. Alsjeblieft. Mag ik ook met jullie op foto? Ja, natuurlijk meneer, mag dat. Nou, ik heb het gelukkig echt nog niet verpest bij hem. Ja, gaat het? Zo. Ja, ging ik weer bijna. Hoi, hoi. Ja, ik geef ook altijd maar mijn bek en douw. En ja. Ja. Oh, haar. Alsjeblieft, schat. Zo, ben ik weer. Je zit toch niet onder, hè? Maar ik had er wel uit. Nou. Ik heb wel wat gewend, hoor. Oh-oh. Oh, dit gaat helemaal mis. Helemaal mis. Gaat helemaal... Wil je likken? Wil je een likje? Ja, ik heb geen in. Ja, maar mijn meisje heeft één keer op de foto. Nee, joh, geef die dames lekker nog een foto. Oh. Ja, lekker. Dat is eigenlijk dorst, maar dit is ook lekker. Het werkt wel. Ik moet even ijsje opeten hoor. Nee, zo, wat een jukkel. Ja, wij moeten hij was nog groter. Wij moeten ook nog ijsje halen. Ja. Ik doe het uit in de bak. Maar is het niet handig om daar te staan met het ijs? Ik ben even undercover, ja? Ja, ik ben niet 2015. Ja, hi, jeetje, ben je mooi. Ik vind het leuk. Ja? Ja, komt ie. Ja. Yes. Lex, Lex, Lex. Ja, dank je. Austin. Kom maar hoor. Oh, wacht, ben ik ook weer nog? Nog een keer? Nee. Oh, ik schrok al. Oh, hier. Jawel. Jongens, oh! Ben je met de bui van weg? Nee, de bui. Ja. Ja. Jongens, zei Jessie, heb je wel je excuus aangeboden? Ik zeg, excuus aangeboden. Hij gaat over mijn grens heen. Terwijl, want ik zeg, niet aan me zit, niet aan me zit. Nou, hij gaat toch een knuffel geven, wel? Dat gaat er over mijn grens heen. Ik zeg, maar ik heb gewoon even duidelijk uitgelegd van dat hij het platform totaal niet goed gebruikt. En dat hij totaal, wel? Ja. Knip voor zijn neus waard. Nee, is hij ook niet. Echt niet. Ja, nee, klopt. Ja. Maar ja, dat weet hij waarschijnlijk zelf ook wel. Ja. Ik weet het niet. Hij vindt ze eigenlijk nogal wat. Ja.
Maar ja, de stemmingen komen eraan, dus dan kijken we daar wat we kunnen doen. Hij moet eruit. Ik ga mijn best doen. Ja, kom goed. Ja. Nee, ik probeer wel te minderen, maar niet te stoppen inderdaad. Nee. Ik heb met die feeding van Andrea, my god, ik kan me niet herinneren. Ik hoor eens een keer zoiets lekker. Lekker, ja? Lekker! Dan ga ik er gelijk even twee kapen, denk ik. Ja, drie. Drie. Ik wil net zeggen, ho ho. Ja. Nou, hij vergat mij dit keer, hoor. Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ik ook niet. Maar het klonk vegan en het. Okay. Ik heb honger. Waar zijn uw kleindochters? Eén kleindochter. En die dikke, dat is haar vriendin. Oh, die kleindochter die heeft 3 jaar bij mij gewoond. Ja. En ik heb 3 kleindochters. Oké. Okay. Maar zij is degene die het meeste voor me doet. Oké, okay, fijn. Ja. Die andere die. Ja. Ja, als dat nou mijn hobby is. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Morgens beneden komen, is eerst naar de wc. Koffie zetten, hup, computer aan. Ja. De hele dag staat hij aan. Ja, nou mooi tot toch? 12. Ja. Nou, maar als je dat mooi vindt, dan moet het toch kunnen. Ja, ik vind het leuk. Het is ontstaan. Verleden jaar na mijn operatie. Toen zei zij van, god oom, je kan ook op je computer kijken. Ik ga even wat draaien. Ja, dat mag. En ik zei, ja, hoe krijg ik dat u voor elkaar? Want ik ben helemaal geen computerfreak. En toen zegt ze van, nou, dan zet ik het voor je op de computer. Ja. Heb zij het erop gezet. En nou hebben we een, hoe heet dat nou, een team... Dan kan zij vanuit huis, want zij woont in Nieuwegein en ik in Utrecht. Kan zij vanuit huis mijn computer in orde maken. En dat noem je Team... Team View. Kan wel. Ja. En dus dan maakt ze als weer, want vanmorgen is die vastgelopen. 1:15. Ze kwamen om 3 uur halen. Dat denk ik, stond nog steeds rondjes te maken. En dan weet ik niet hoe ik het doen moet. Oké. Okay. Maar dat doet zij dan voor me. Ja, lief. Maar ze staan nou in de rij voor de patatjes. Ja. Want ze hebben honger. Ja, ook belangrijk toch? Ja, we hebben net wat poffertjes gegeten. Ik zei, ik moet poffertjes hebben. Ja. Al zo lang dat ik denk, oh, poffertjes op pannenkoeken. En, ja. En dan zie ik jullie pannenkoeken. En denk, oh, zat ik er maar bij. Denk, ja. Kijk, pannenkoeken. Maar dat kan ik ook wel, hè, pannenkoeken maken. Dan zitten ze allemaal weer en dan zeg je, oh, wat ja, goed, hè. Ja, gewoon met tarwemeel, hè. Ja, ik wil het gewoon... Ja, want ik wil gewoon knallen. Ik wil gewoon lekker lesgeven. Zelf ook in de sportschool rammer daar. Ja. Ja. Ja, ja daar ga ik ook mee. Ja, ja wacht. En ik heb gezegd dat ik moet gaan proberen. Fit body. Ja.